Ja, hier is Fishy weer. Ik ben samen met Remco. Dit is de wedstrijd van de week. Ja, we hebben weer een midweeks programma natuurlijk. Ja, dat is wel nodig. Weet je het volgende laat deze wedstrijd is of niet? Dat kan ik heel snel zien. Kan jij even vertellen wat jij hiervan denkt van deze wedstrijd ondertussen? Ik ben 2 natuurlijk niet zo heel best. Tenminste, qua hoe heet dat? Het staat voor mij een beetje in een lage regio, dus het draait niet zo lekker. Maar we weten natuurlijk allemaal dat Ajax voor de winst nog even lekker verloor van Willem 2 met 2-1 volgens mij. Dus ik denk dat Ajax wel even wat recht te zetten heeft. Ja, Willem 2 tegen degradatie en Ajax moet door veel kampioenschap spelen. Kijk, je ziet hoe Ajax zeg maar, speelt tegen ploegen die zeg maar, met de ruimte om kunnen gaan. En Willem 2 natuurlijk met Nunnelie en dat soort spelers. Snelle buitenspelers is eigenlijk altijd zo slecht tegen, heb ik het idee. 9 uur 's avonds. Nou, donderdag. Nou, dus. Doe het die naar buiten dan. dan wordt een briefje op zak. Ja, ik moet voetballen. Mag ik wel zeggen dat ik, even niet over de avondklok, maar dat ik zeg maar echt helemaal gek word dat Ajax altijd zo laat op de avond wordt gepland. Ja, die zijn, ja, en ze moeten van iedereen, hebben ze net even een dagje korter ook, hè? Ja, maar ook dat er. Ja, maar dat Ajax heeft breed groen strek. Maar ik vind het gewoon voor mezelf kut. Dan zit ik weer 9 uur, moet ik weer voetbal kijken. Dan tot en met kwart voor 11. Half 11 afgelopen of zo. Ja, ja. Ik vind het echt heel irritant. En we zitten ook vaak, of we zitten om 11:15, is een kuttijd. Ja, of we zitten 16:45, ook een kuttijd. Ja, 14:30 is het beste. Ja, ja. Maar dat is maar ja, die week erop, even kijken. Week erop is het 16:45. Ja, zie je. Ja. En dan zit PSV zeker wel weer daarvoor. Half drie. Ja, gunstig is het wel, Ajax weet wat ze moeten doen. Dat is dan het gunstige. Dus want op alle topwedstrijden zitten we op 16:45. Ja, nee. Ja, ja, dat heeft natuurlijk met de monies te maken. Je eten tijdens een voetbalwedstrijd. Ja, precies. Oh, ik druk even trouwens een verkeerde knop in. Maar, nee, maar Feyenoord, PSV en AZ Ajax is dit weekend, de Super Sunday. In de Superman. Dus die gaan we allebei doen. Ja, maar dat is de volgende wedstrijd. Wat? De volgende wedstrijd opeens weer saai. Dan krijg ik opeens een wedstrijd van Ajax en dat soort dingen. Dan denk ik, wat de fuck is dit dan weer? Ja, dat krijgen we ook echt. Maar we krijgen wel beker volgende maand erbij. Gelukkig, En Europa League. Europa League, ja. Ik ga gewoon door, hè. Oh ja. En Nederland zelf al. Ja. Een paar oefenwedstrijdjes natuurlijk. Ook lekker weer 3 wedstrijden zeker, of niet? Ja. Nou, helemaal gek van, joh. En het komt iets afgelopen, dan gaan we meteen door naar het EK zeker weer. En daarna meteen weer natuurlijk, de league. En die hebben we ook nog erbij, hè? Ja. Nee. Er zijn nog meer WK-kwalificaties komen er allemaal weer aan, natuurlijk. Ja. Ja, die moeten natuurlijk ook versneld even gaan gedaan worden. Ik moet ook gewoon 3 in de week, als het een beetje kan. Dus we gaan het allemaal zien, jongens. Maar we gaan nu even naar Ajax Willem 2. Ja, wat gaat het worden? Ajax even het recht te zetten. Ze spelen thuis. Dus ik zeg nu 2-1 voor Ajax. 2-0, ik denk 4-1. 4-1 voor Ajax. Nou, laat jouw voorspelling even achter bij de comments. En dan gaan wij over naar de wedstrijd. Nou. Welkom beste kijkers vanuit Amsterdam. De Johan Cruijff Arena. In de Johan Cruijff Arena. Zoals u gewend bent. Ik heb geen publiek waar ik steeds meer te missen. Gewoon even, dat gewoon even geheel terzijde. En ik weet ook niet of ik het erger vind, zeg maar, nu zeg maar, van die geluiden. Je hoort wel, je hoort wel. Nou, dat vind ik wel beter. Ik ben eerlijk, ik vind het wel iets beter. Ja, maar het is nog steeds, je ziet er wel lege tribunes. En je moet wel onthouden dat de spelers dat niet horen. Die spelen gewoon in een leeg stadion. Oeh, wat? Nee, op de lat. Ik keek hem over. Ja, nou, ik vind het nog wel goed gedaan hoe ze het doen, eigenlijk, zeg maar. Ook echt. Als een zogenaamde overtreding hoor je net even dat geluidje van. Een spreekkoor hoor je af en toe zelf, ik heel te vaak dan weer. Ja, maar ja, het is. Ja, ik vind het wel goed gedaan, al wel het zo. Prima gedaan. Wat? Trouwens, ging toch tegen jou? Of ben ik nog gek? Nee, ik schoot tegen jou aan. Je speelt ook goed, hè, Gravenberg trouwens. Wel, de laatste. Ja, tenminste tot nu toe. Zo, ik word vastgehouden. De mindere actie van Quincy Promes, ja, dat is nog steeds. Die kan trouwens niet meer scoren, hè, Quincy Promes. Nee, die heeft kansen gehad en... Of hij staat er heel goed voor en dan gaat hij hem zeg maar als toch nog even breed leggen. En die breedtepas, die verneukt hij dan weer.
Oh! Oh, lekker redding wel. Hoekschop wordt voorgegeven. Hij had hem op doel kunnen schieten, maar nu is het een doeltrap. Er gaan geruchten, ik weet niet ondertussen al, of, maar misschien dat hij nog wel weggaat, Promes. Maar ik weet niet eens of dat kan. Mag hij wel Nederland verlaten, nu hij een onderzoek is gestart naar hem? Dat ligt aan, dat is voorwaarde, denk ik. Ja, lekker naar Rusland, zou ik ook nog doen. Dan is hij toch... Rusland, Poetin beschermt hem wel. Oh, dikke hens, volgens mij. Oh, Tresor. Oh ja, daar. Davy Klaassen. Nee, ik wil stappen. Ja hoor, het achtertje. Oh! Je was geïrriteerd meteen doordrukken. Ja. Ik wou een dansje doen, maar dat lukte niet. Ik heb die steenkorte hoek altijd. Ik wie draaien. Ik? Hè? Kijk, waar is mijn spits nu dan? Ja, we hebben bijna mijn hoofd eraf getrapt daar. Zo, scheids. Come on, laat me dat keer lekker af te poeien schieten, man. En ook de invliegen ook. Dit gaat erin. Ja! Nee! Wat een blunder op de lijn ook. Kijk maar. Echt een blunder dit. Oh, oh, oh. Oh my god, wat een blunder op de lijn. Ja, poortje moest je wel dicht houden op dat moment. Maar waarom staat blind ook bij de eerste paal? Weet ik veel, dat doet de computer. Dat staat in, echt, natuurlijk is het gewoon een goede kop, die ga je natuurlijk niet bij de paal inzetten. Oh, dan maar door. Oh, lekker. Oh, ja. Oh, lekker. Oh, kom maar nou. Wat was dit? Keulert, jongen. Loop nou door. Nou, collega. Kut. Nou, het is wel terecht. Maar ja, het is wel... Blunder. Willem 2 trapt af en de tweede helft is begonnen. Wat pak. Zo. Oeh, even mijn handje aanraken nog. Hallo, switch nou naar die verdediger. Gadverdamme, lekker hoor. Zit er goed in hoor. Zit er lekker in, ja. Lekker om te horen, dat geluid. Dat geluid is lekker, jongen. Ja, dat is wel waar. Dat is wel echt Ajax, toch? Meteen denken, bam. Maar vooral in een leeg stadion is er gewoon denk ik, niks lekkers dan die paal gewoon flink tikken. Nou, goed begin is halve werk. Nee. Gaat weer ook niet zo hard erin. Dan moet ik rusten met mijn keeper. Promets, zo. Ja, lekker vrij ook weer. Lekker overtuigend ook weer ingeschoten ook. Het meisje is wel zo laf ook weer. Nou, het is wel weer typisch Ajax. Gewoon dat je denkt van, ah, misschien valt iets aan. Dan toch eventjes gas geven en dan... langs de keeper inslaat in het doel. Niemand in de buurt daar. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. Zo! Ja, lekker aanhouden. Oh nee! Ja, wat daar! Je moet editen, jongens! Het is wel verbijsterend om te zien hoe het allemaal misgaat. De bal niet goed weggewerkt. Nou, Bilaard, voor je recruiter is er zeker, dat ga ik niet meer herstellen. Ik ben er ook bang voor. Oh, ik heb niks veranderd, opeens doet mijn team het gewoon niet meer. Doet het niet meer. Oh.
Hé, oh, hier weer. Jans. Ja, lekker. Daar gaan we. Die bal mag... Ja, Nunnely, jongen. Dat is wel echt Ajax dit, hè? Dit is echt Ajax. Dit is echt Ajax. Ja, lekker. Wat een good goal. Wat een Ajax-verdediging, toch? Ja, dit... Ik kwam ook niet uit met Ajax, serieus. Ja, maar dan is het gewoon weer even van, oh, we zijn goed bezig. En dan is toch even dat moment van even inzingen, hoppakee. Wat elke wedstrijd komt, hè? Elke wedstrijd is wel een momentje. Nee, wat de fuck is dit voor Go-Go Gadget tackle weer? Oh. Oh. Oh my god. Nou, wat de Griekse tragedie gaat inzetten. Pavlidis hat-trick. Zo, niet verdedigen. Hij gaat ook meteen af, krijgt een publiekswissel. Vriet komt erin. What the fuck? Wat? Shit, dat was een goede bal, maar goed verdedigd. Ryan Gravenberg. Er ligt ruimte voor de counter. Nee! Hou vast! Hou vast! Nee! Wel trekt hij gewoon naar de grond toe. Want je kan toch geen rood krijgen als je zeg maar, of als het dan in de strafschopgebied. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes counter. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk. Ja, dan stond nog klaar nu. Op de een of andere manier weet hij toch aan zijn tot. Zo, dan gaan we enkels. Overtreding waarvoor je geel kunt krijgen. Eerste gele kaart van de wedstrijd. Gele kaart voor die actie. Ja, ik heb geen spelers die iets kunnen, denk ik. Gaan we even wisselen, dan misschien extra tijd nog. Ja, heb geen kut aan dit. Kort genomen. Kleren druk. Wat jou, hij heeft hem gewoon ook weer. Er wordt aangegeven. Ja, dat is tijd. Gatsoi. Een kans op een counter. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Laatste van de oh. Oh, wat een slechte bal weer ook. Slecht liep ook trouwens. Dat ook nog. Ja, het is wel lekker eruit. Bal wordt voor het doel gebracht. Oh, yeah! Jee! Houdt grote kans hoor. Al naar het midden. No! Ja! Wat is dit alweer? Dat kan ja, nooit zo scoren! Dit of zo. Dit zit er wel heerlijk in hoor. Het is veel te laat. 90 plus 9. Oh, ja, nou oké. Ja, ik ga winnen af en dan scheids ook weer. En zonde, ik had toch die gewoon die overtreding moeten maken. Dan was het nog 4-4 geworden misschien. 5-4. Wat een weg. Wat een kutwerk om te editen, jongens. Dat is echt verschrikkelijk, dit. Ja. Serieus. Echt heel veel tijd. Nou ja, ja, 5-4. Ja. Schrijf maar in, Toto. Ja, 5-4. Dat is een gekkere uitslag geweest dit seizoen, dus... Ja, daarom die hebben we nooit. Laat zien. Like de vertellingen van achter bij de comments. En een fijne wedstrijd. Bye-bye. Later. Liken.